Dag allemaal, vandaag hebben jullie het over een gezond ontbijt. Hier in ons trainingscentrum worden we elke ochtend bij het ontbijt heel goed begeleid. En krijgen we alleen maar dingen te eten die goed zijn voor ons lichaam. Zo zijn we telkens klaar voor trainingen of voor de wedstrijd. Maar waarom moeten we nu eigenlijk ontbijten? Na onze nachtrust is het belangrijk dat we eten, zodat onze spijsverdeling terug in gang geraakt. Zo krijgen we ook meteen heel veel vitamine binnen. Als je niet ontbijt, heb je meer zin in snoep of ongezonde snacks. Daar word je alleen maar sneller moe van. Een goed ontbijt zorgt er net voor dat je fris en vol energie naar school vertrekt. Maar wat is nu een goed ontbijt? Een goed ontbijt bestaat uit voldoende vezels. Die vind je terug in bruin brood, maar ook in ontbijtgranen zoals havermout of granola. Daarnaast horen zuivelproducten zoals melk, yoghurt en kaas ook bij een goed ontbijt. Als drank neem je beter water of melk, aangezien in fruitsap iets te veel suiker zit. Uiteraard is fruit heel gezond en mag dit zeker niet ontbreken in jouw ontbijt. Eet smakelijk!